Kijk, als er natuurlijk één titel is waar het allemaal om te doen is dit jaar en als dat een shootertitel zou zijn, dan is het natuurlijk Battlefield 1. Niet Infinite Warfare, niet Titanfall 2, iedereen wordt helemaal wild voor Battlefield 1. Dat is ook misschien wel een beetje te begrijpen. Pete is aan de slag geweest met de game, hands-on, flinke speelsessie ook. Pete, hoe was het om in de Eerste Wereldoorlog in de trenches te liggen en in een tank te kruipen die niet sneller is dan hoe ik gewoon loop? Nee, zeker niet als je in de modder rijdt. Dan gaat hij nog langzamer. Oh, echt? Dat is wel realistisch. Dat is natuurlijk een ding, hè? Het weer zit er natuurlijk in. Hè? Je kunt regen hebben of zon. Kan elk potje kan weer anders zijn. Ja, maar het weer kan het weer zijn, joh. Dat was in de Eerste Wereldoorlog. Toen had je gewoon nog weer. Ja, Oetman. Dat was gewoon Piet Paulusma. Zei gewoon van, jongens, we gaan morgen vechten in de regen. Ja, mind you, hè. 64 man. Uh-huh. PC-versie. Uh-huh. 20 minuten spelen. Oké, dat is echt wel heel flink. Dat is een goede match geweest. Een conquest. Heb je gewonnen? Ja, netjes. Ik was volgens mij 12e van de groep. Dat heb je op je stream volgens mij nog nooit bereikt in de Battlefield game. Jawel, want dan word ik altijd beschermd door jullie. En dan... netjes. Heel veel punten. Maar oké, Battlefield 1 dus. Compleet anders. Eerste Wereldoorlog, trenches, langzame vliegtuigen, langzame tanks, dikke Hindenburg-achtige Zeppelin. Hoe is die game? Sint-Quentin, dat moest ik even opzoeken. Scar, een Frans dorpje. Daar gingen we aan de slag. En het dorpje... Toen we begonnen was het nog volledig heel. Alles stond nog. Het was gewoon nog prima. Totdat de mannen in de Eerste Wereldoorlog langskwamen en dood en verderf gingen zaaien. En dat is natuurlijk een van de grote veranderingen die er weer is. Destruction 2.0. Dat we daar niet bozer over zijn geworden dat het opeens weer weg was in Battlefield 3 en 4 en Hardline. Dat het eigenlijk half was terwijl het in Battlefield Bad Company super awesome was. En zo is het nu ook weer. Ja, alles zo, kan kapot. Zo verkopen ze het ook. Ze zeggen ook van het is weer net alsof het Bad Company 2 is. Toen dacht ik, maar dat is toch... Je hebt toch ook nog 3 en 4 gehad. En toen ging het om grote omvallende gebouwen. Maar een muur kon niet meer om. Nee, dat was heel stom eigenlijk. Daar hadden we ons druk om moeten maken. Zeker nu we weten hoe het is. Hoe ver het eigenlijk is om in de Eerste Wereldoorlog, in dit geval in Frankrijk... Ja, alles kapot te maken gewoon met je tank. Met een tank door een Frans huisje, pittoresk, bonjour te rijden. Echt heerlijk lijkt me. Ja, het is prima. Het is prima toeven. Oké, maar wat ik zag de gameplay, ik was die persconferentie vanaf onze hotelkamer een beetje aan het kijken. Ik dacht, nieuwe setting, tof. Nieuwe wapens, of ja, oude wapens, tof. Helemaal prima. Maar is het niet een beetje te veel van hetzelfde? Want het leek ergens ook alweer bijna te Battlefield. Dat je denkt van, is het niet te vertrouwd? Het is heel erg... Weet je wat het is? Pas op nu, hè? Nu moet je oppassen. Nee. Weet je wat het is? Omdat er zijn niet zoveel verschillende wapens. Weet je, je hebt niet zoveel wapens. En geen attachments. Het is veel meer kunde nu om iemand neer te schieten in plaats van weet ik veel wat voor M35-300S attachment ik daar weer heb. Het is 78 gewoon... MCS jongens met een 12 keer scope. Ik weet niet hoe het werkt, maar het werkt. Ja, maar het is gewoon echt, je hebt je gun. En het is gewoon schieten en snel schieten. Het is sneller dan de vorige Battlefield. Ja? En ik was met een geweer nog wat, mijn nummer vergeet ik. Maar er zat een dikke sniper rifle, zoom op. Echt een heerlijke gun om mee te schieten. Elk schot herladen natuurlijk. Ja. Bolt action, lekker. Zo onwijs lekker. Maar toen was ik weer een medic, wat trouwens een hele leuke klas is. Want je kan echt met je syringe mensen gewoon healen. Echt super vet. Er is wel weer revive opens, hè? Ja, er is weer revive. Is dat realistisch? Want ik denk niet dat iemand die in de tweede of in de Eerste Wereldoorlog down ging, dat die nog omhoog zou komen. Maar... Ik denk niet heel veel meer dan in een moderne oorlog. Als je dood bent, ben je dood, toch? Er zit ook wel weer, daar heb je een heel goed punt, Peter. Maar goed, er zijn verschillende klassen nu. En misschien is dat ook even een goede om uit te leggen. Er is dus een vliegersklasse en er is dus ook een tankklasse. Dat zijn gewoon losse klasses. Ik vond mijn tank gevecht wel heel vet, want ik had 6 plekken in mijn tank. Heel veel. Netjes. F1 tot en met F6. En F1 was gewoon een machinegeweer en sturen. Maar toen kwam opeens een andere tank, dus stapte ik in F2, ernaast. Ik visualiseer nu even ernaast. Ja, dat visualiseer je heel goed. En toen kon ik gewoon anti-tank schieten. En het werkt gewoon heel snel, heel prima. Niet te diep, dat vind ik heel leuk. Het gaat echt om skill, drop in, drop uit. En ik was een beetje met mijn teammates aan het... samen aan het spelen. Hè. Dat ging hartstikke goed, jongen. Teamwork is... Het is Battlefield, hè? Het draait om teamwork. Het is uiteindelijk nog wel heel erg Battlefield. Battlefield. Met het grote verschil dat het iets snellere combat is en iets minder relied op wat voor attachments je hebt. Maar gewoon schieten. Gewoon... Ken je Battlefield 1943, die arcade game? Oh god, wat was dat? Een van de... Is on... Ik ga het gewoon zeggen. Ik denk dat dat de meest vermakelijke Battlefield voor mij was. Nou, inderdaad heb ik ook heel veel gespeeld. Maar dat gevoel had ik een beetje, maar dan wel met gewoon wat je gewend van Battlefield 3 en 4. De grootheid. Ja, voertuigen die heel vet zijn en heel langzaam. Heb je nog iemand neergeslagen met je shovel? Dat lukte me dus niet. Ah, oh, jammer. Ja. Heb je nog de Hindenburg gecrashed?
Nee, want ik heb niet gevlogen. Dat komt allemaal niet. Jammer. Oké. Okay. Nou ja, dit is natuurlijk ook op E3. Je krijgt één speelsessie. Is natuurlijk heel vet. Maar ja, dan krijg je niet alles om te testen. Spreekt ook voor zich. Maar goed, we zijn wel hyped denk ik voor Battlefield 1, of niet? Ik ben super hyped. Ja. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het wel... Vooral leuk, snap wat ik bedoel? Dus als het vermakelijk dat is, daar draait het jongens om. We spelen games niet om hoe realistisch ze zijn. Het is ook heel mooi hoor, het is gewoon Battlefront. Ik bedoel meer met het hoe dicht ze op de waarheid liggen, maar het draait om natuurlijk hoeveel fun je eruit haalt. En daarmee zit het dus helemaal goed met Battlefield 1. Is het helemaal snor? Ah nee, dat was de Tweede Wereldoorlog. Dat was Price. Captain Price. Die... Ja, ik ken hem wel, maar okay. Dat is een andere franchise. I know. Maar ik denk, ik jump the gun. Ja, snap ik. Ik maak een hele mooie, diepgaande verwijzing naar Hitler. En jij begint gelijk over... Oh, zo. Oh. Het was een hele andere oorlog, Peter. Ja, een hele andere oorlog. Dat zei ik ook. Oké, ja. Oké. En toen kwam jij weer je stomme prijsgrap. Sorry. Ja, het gebeurt. Ja. Priceless. Echt. God, non de kut.